Net als in Spa en in Dinant is het publiek massaal afgekomen op de uitnodiging van de organisatie. De afwezigen hebben ongelijk. Patrick Snijers draait 5 maal de beste tijd in deze eerste omloop. Hij laat zien wie de beste is. Drogmans draait 1 maal de beste tijd en volgt op 16 seconden van Snijers. In dit stadium van de wedstrijd is dat nog geen ramp. De Mevius houdt vast aan zijn goede gewoontes. De leider in het kampioenschap Groep N staat 6 seconden voor Timmers. Derde na de eerste omloop staat Marc Soulet. Hij moet het hebben van de regelmaat in de optiek van het kampioenschap. Soulet en Fortin, u zit bij hen in de wagen. Jean-Marie Milissen staat 4e algemeen en 2e in groep N in de Rallye de Haute-Fagne. Colt Soel, slachtoffer geworden van een lekke band, staat slechts op een 9e plaats algemeen na de eerste omloop. Oudwinnaar Gabi Goedezeune gaat van de weg af na 3 proeven. Het wordt een triest weekend voor een overeind. Hij krijgt pech op de proef en werpt de handschoen. Al even slecht vergaat de Brunotterie. De aandrijfassen breken op de 4e proef en de rally verliest meteen 2 kandidaten voor de ereplaatsen. Ondertussen blijft de strijd tussen Drogmans en Snijers hardnekkig woeden. 6 seconden scheiden de 2 voortrijders. Snijers gaat rond. Drogmans draait 3 maal de snelste tijd, het vervolg van de rally beloofd. Soulet mengt zich niet in het gevecht. Hij volgt het debat op afstand. Hij staat 3e op 1 minuut 36 van de leider. De Mevius voert de forsing. Hij staat nu 1 minuut voor op Timmers. Valerwand neemt enige voorsprong alvorens op te geven met een gebroken versnellingsbak. Opgave eveneens voor Leroy die van de weg afgaat. En Chabal heeft al evenmin veel geluk aan het stuur van zijn Suzuki. Mikkels eindigt 28e in deze rally de Haute-Fagne. En de man uit de streek, Stefan Boelens, eindigt 17e met de ZX Volcan. Bij de start van de 2e dag hoopt Drogmans door zijn regelmaat Snijers te ontrollen. En het staat geschreven dat de omgeving van Spa geen geluk brengt voor Snijers in 92. De alternator gaat stuk op de 24e proef, exit Snijers.
Zonder zijn reserves te moeten aanspreken, komt Droogmans aan de leiding en gaat in een zetel naar zijn eerste succes in het kampioenschap 92. Grégoire de Mévieux staat tweede achter Droogmans. Vous n'avez pas peur que Marc Soulet va revenir encore? Non, parce que bon, il nous a pris une minute sur les 7 spéciales. Et donc il nous reste 3 minutes d'avance. Donc même si on roule plus coulé, il va nous prendre 2 minutes, disons, dans les. En faisant vraiment super attention. Donc je crois qu'il n'y a pas de problème. En Soulet heeft problemen met de gaskabel en een kapotte vooruit. Marc, vous comptez encore de revenir à la troisième place? Oui, c'est sûr, la troisième place, je crois que c'est tout à fait jouable. On a pris, je crois, on a presque repris 2 minutes à Jean-Marie Millicène en une boucle, donc il reste encore une boucle, c'est tout à fait jouable. Maintenant, bon, la deuxième place, là, c'est un peu plus compliqué. Hein. C'est-à-dire, on a roulé vite, je crois, dans cette boucle-ci, mais j'ai fait 3 erreurs, j'ai fait 3 têtes à queue, on a perdu encore un peu de temps, enfin, perdu un peu de temps par rapport à notre tableau de marche. Et, bon, je crois que pour la deuxième place, là, ça sera pour une autre fois. Tot ieders verbazing staat Gieckel Soel vijfde algemeen. Vital Budo eindigt 13e algemeen, maar eerste in zijn klasse. En Stefan Boelens leidt de Challenge Citroën met zijn ZX Vulcan. Bernard Münster heeft meer geluk dan in Dinant en eindigt 9e. En Dominic Braneel toont zich in het internationale kampioenschap. Nicolas Min eindigt 6e, juist na de patron en dit na 2 opeenvolgende opgaves. Braneel eindigt op een 20e plaats in Jalé. De Engelsman Rob Berry rijdt in laatste instantie tussen de eerste 10. Tijdens de laatste omloop draait Soulet nog een aantal snelste tijden, maar dat volstaat niet. De Mévieux wordt tweede algemeen en neemt de leiding in het kampioenschap. Droogmans en Joosten winnen de rally van Jalé.